Maar wij zijn niet in oorlog met een land of met een geloof of met de islam. En overal in Europa, ook in Nederland, extra maatregelen zoals verscherpte grenscontroles. De politie in Parijs die wordt beschoten en mensen die aan de andere kant van hetzelfde gebouw in doodsnood proberen weg te komen. Terreur in Parijs. Restaurants, terrassen willekeurig onder vuur genomen. Bijna een uur lang trokken terroristen gisteravond schietend door de stad. Het is het bloedigste geweld dat Parijs heeft getroffen sinds de Tweede Wereldoorlog. 129 doden, 352 gewonden en 99 mensen nog in levensgevaar. Volgens president Hollande zijn die aanslagen buiten Frankrijk gepland en voorbereid. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France, contre les valeurs que nous défendons partout dans le monde. C'est un acte de guerre qui a été préparé, organisé, planifié de l'extérieur. La France, parce qu'elle a été agressée lâchement, honteusement, violemment, la France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh. Elle agira avec tous les moyens, dans le cadre du droit, et tous les moyens qui conviennent, et sur tous les terrains, intérieurs comme extérieurs. Het was het begin van het weekend, vrijdagavond. Voor voetballiefhebbers lekker in het stadion. Frankrijk speelde tegen Duitsland, een vriendschappelijke interland. De wedstrijd was pas 16 minuten bezig. Eerst wordt er nog gejuicht. Vuurwerk, dachten de fans. Het waren bommen. President Hollande is een van de toeschouwers. Hij krijgt te horen wat er aan de hand is en vertrekt. De wedstrijd wordt gewoon uitgespeeld. Na afloop moet het publiek nog uren in het stadion blijven. Want buiten is het levensgevaarlijk. Drie zelfmoordaanslagen waren er, vlakbij het stadion. Des rumeurs, on a entendu parler de fusillade. Là, c'est très confus à l'intérieur du stade. Il y a eu des mouvements de foule en fait qui étaient très très angoissants, je dirais, pour tout le monde. Les gens qui étaient par terre, etc. Het is het begin van een lange nacht van verwarring en onzekerheid. Een nacht van angst en terreur. Verderop in de stad schieten aanvallers met kalasjnikovs hun magazijnen leeg op willekeurige burgers. Deze mensen zijn zojuist beschoten. Naast de auto een slachtoffer. Een van de velen. Omstanders proberen te helpen. Op terrassen, in cafés en restaurants vallen tientallen doden. Onschuldige burgers, doodgeschoten toen ze begonnen aan het vrije weekend. En het geweld ging door. Vier terroristen bestormden een theater waar een rockconcert werd gegeven. Ze gijzelen de bezoekers. De politie omsingelt het gebouw en krijgt de volle laag. Aan de achterkant lukt het mensen te ontsnappen. Qu'est-ce qui se passe? Sommigen hangen aan de gevel om uit het zicht van de terroristen te blijven. Uiteindelijk worden binnen meer dan 80 concertbezoekers vermoord. Drie terroristen blazen zichzelf op. De politie schiet er één dood. Reddingsploegen halen gewonden uit het gebouw.
Dès qu'ils sont, ils sont venus tout de suite avec les mitraillettes. Et au départ, je pensais que les explosions faisaient partie du show. Et après, j'ai réalisé au bout de quelques secondes que c'était vraiment une attaque terroriste. Les lumières se sont allumées à ce moment-là, non, ou vous êtes resté plongé dans l'obscurité? C'était noir, on est resté dans l'obscurité. On a vu les tirs de mitraillettes. Il y a de nombreux blessés, des blessés graves, des blessés choqués par ce qu'ils ont vu. Alors, nous voulions être là, parmi tous ceux qui ont vu ces choses atroces, pour dire que nous allons mener le combat, qu'il sera impitoyable. Parce que quand les terroristes sont capables de faire de telles atrocités, ils doivent être certains qu'il y aura en face d'eux une France déterminée. Eens moest het gebeuren. Daarvoor hadden de Franse veiligheidsdiensten al gewaarschuwd. 10 maanden na de aanslagen op Charlie Hebdo is de terreur terug in de straten van Parijs. En die aanslagen lijken goed gecoördineerd. Binnen 40 minuten meerdere explosies en schietpartijen op drukke uitgaansplekken. Wat gebeurde waar? De terreurgolf begint om 9:20 met een explosie bij het voetbalstadion. Een paar minuten later wordt er geschoten op een terras in Rue Bichat. Daar vallen 12 doden. Kort daarna is er ook een schietpartij bij een pizzeria op de Rue La Fontaine du Roi. 5 doden. Tegelijkertijd blaast een tweede terrorist zichzelf op bij het stadion. 8 minuten later is er een schietpartij op een vol terras in Rue de Charonne. Hier worden 19 mensen gedood. En vervolgens blaast een man zichzelf op boulevard Voltaire. Om 9:50 klinken de eerste schoten bij het theater Bataclan, waar het publiek wordt gegijzeld. En is er bij het stadion een derde zelfmoordaanslag. Na middernacht maakt de politie een einde aan de gijzeling in het theater. De zaal ligt vol doden. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, en bij dat stadion 3 zelfmoordterroristen, maar toch minder doden dan op die andere plek in de stad. Wat is daar gebeurd? Franse justitie heeft zojuist een eerste voorzichtige reconstructie gemaakt van wat er zich in de stad heeft afgespeeld. Ook bij dat stadion. 3 ontploffingen zijn daar geweest. 3 mannen hebben zichzelf opgeblazen. En dat is gebeurd bij 3 verschillende ingangen van het stadion. De krant The Wall Street Journal meent te weten dat een van de daders een kaartje had voor die voetbalwedstrijd. Dat hij geprobeerd zou hebben om de ingang in te gaan, om op de tribune te komen tussen het publiek. Dat daar ontdekt werd dat hij een bomgordel om had. Toen heeft hij zichzelf opgeblazen. En dat zou de toedracht zijn van deze eerste. Het is niet gelukt om binnen te komen. Het is niet bevestigd door de Franse justitie, maar dat is wat je kunt opmaken uit die eerste voorzichtige reconstructie. Wat is er, Ron, op die persconferentie daarnet door de autoriteiten gezegd over de daders verder? De Franse autoriteiten gaan ervan uit dat er 3 groepen terroristen geopereerd hebben gisteren. Dus 1 groep bij het stadion, 3 terroristen daar die zichzelf hebben opgeblazen. Dan is er een tweede groep geweest die een aantal schietpartijen heeft uitgevoerd bij terrassen en cafés hier in de buurt. En er is een derde groep geweest die uiteindelijk bij het concertgebouw van Bataclan is uitgekomen om daar de gijzeling en de schietpartij daar uit te voeren, uiteindelijk zichzelf op te blazen. Wat justitie is opgevallen is dat er voor dat Bataclan een auto geparkeerd stond. Mogelijk is die auto dus gebruikt door de aanslagplegers. Een auto met een kenteken uit België. En dat bleek een huurauto te zijn. En de persoon op wiens naam die huurauto staat, die is vanochtend aangehouden aan de grens met België in weer een andere auto op weg terug wellicht naar België. In die auto trof de politie ook 2 andere mensen aan. Maar of zij iets te maken hebben met de schietpartijen, dat is op dit moment onduidelijk. Il s'agit d'un individu né le 21 novembre 1985 à Courcouronnes dans l'Essonne, connu de la justice pour des délits de droit commun, puisque son casier judiciaire porte mention de 8 condamnations entre 2004 et 2010 pour des infractions de droit commun. Il s'agit d'un individu qui n'avait jamais été incarcéré et qui a fait l'objet en 2010 d'une fiche S pour radicalisation, mais qui n'a par contre jamais été impliqué dans un dossier de filière ou d'association de malfaiteurs terroristes. Par ailleurs, à proximité du corps du kamikaze qui s'est fait exploser à 21h20 au Stade de France, a été découvert un passeport syrien au nom d'un individu né en septembre 1990 en Syrie. Je vous précise que cet individu n'est pas connu des services de renseignement français.
Ron, en dat allemaal, deze aanslagen, 10 maanden na Charlie Hebdo. Waren de Fransen na Charlie Hebdo op alles voorbereid? Volgens veiligheidsexperts hier in Frankrijk was het niet langer de vraag of er nog een aanslag zou komen, maar eerder de vraag wanneer. Er waren de afgelopen maanden heel veel dreigingen gekomen, dreigingen vanuit Syrië. De Franse regering had onlangs juist besloten om ook Syrië aan te vallen, doelen van IS in Syrië aan te vallen. Vorige week nog eens besloten om het vliegdekschip de Charles de Gaulle op te laten stomen naar de Persische Golf. Dus wat dat betreft komt deze aanslag niet onverwacht, maar het is vooral de schaal en de timing van 6 verschillende plekken waar aanslagen zijn uitgevoerd, die natuurlijk bij heel veel Parijzenaren de angsten goed doet inzitten. Ja, de meeste doden vielen dus in dat Bataclan Theater. Bij het concert daar waren ook Nederlanders in het publiek, een groepje van 4 vrienden. Bob de Zwart was een van hen. In één keer hoorden wij een paar knallen achter elkaar, echt redelijk snel achter elkaar. En ik dacht zelf aan vuurwerk, maar ik vond het een raar getimed moment en het kwam ook van achter in de zaal. En toen werd er nog een paar keer, hoorden we dat nog een paar keer, toen zakte iedereen, ja, dook in elkaar. Toen werd er nog een keer geschoten en dat was het moment dat het besef wel doordrong van, dit is iets heel anders. Ik hoorde een vriend van mij die mee was, die schreeuwde van, what the fuck, dit is echt, we moeten weg. En op dat moment sloeg paniek in. Ik lag op dat moment op de grond, op mijn rug. Mensen zijn over mij heen gekropen. Het was echt paniekmassa, niet normaal. En er werd maar doorgeschoten. En het is echt heel bizar hoe zoiets werkt. Het heeft waarschijnlijk bij elkaar 5 minuten geduurd of zo, totdat ik buiten was. Maar voor mijn gevoel duurde het echt een uur minimaal. En gewoon mensen die bovenop mij lagen, ik werd echt in elkaar gedrukt. Ik dacht op een gegeven moment zelfs nog van, waarschijnlijk ga ik hier gewoon dood door verdrukking. Ik hoef niet eens geraakt te worden door een kogel. Er liggen gewoon genoeg mensen bovenop mij om, dit is het einde, zeg maar. En ja, ik ben op een gegeven moment wel naar buiten gekomen. En terwijl ik naar buiten ging, elke keer die kogel schoten. En elke keer het idee van, de volgende is voor mij. Dit is het gewoon. Ik ga dood. Hier, diep direct onder het bloed van andere mensen ben ik een gebouw ingerend waar ik andere mensen zagen die ook binnen waren. Toen hebben we gescheld in een soort appartement. Ja, aan de ene kant het gevoel hebben van die mensen die bovenop mij liggen, die gaan mijn einde worden. Maar tegelijkertijd ook van die mensen die bovenop mij liggen zijn ook wel de reden dat ik waarschijnlijk niet geraakt word. Nou, verslaggever Matthijs van der Wiel stond gisteravond buiten bij dat theater, toen dat zich daar binnen allemaal afspeelde, Matthijs. Was voor jou op dat moment duidelijk wat de politie eigenlijk van plan was? Nee, en dat maakt het juist ook zo'n angstige situatie, omdat het zo stil bleef rondom die concertzaal. Ik heb daar in de loop van de avond alle mogelijke soorten politiediensten, antiterreurbrigades zien aankomen. Maar toen die er eenmaal allemaal waren, toen gebeurde er een hele tijd niks. En dat met de wetenschap dat er binnen nog mensen in leven waren, in doodsangst, we hebben het net gehoord. Dat maakte dat het een eeuwigheid leek te duren voordat de politie ook daadwerkelijk in actie kwam. Voordat ik daar buiten de eerste schoten hoorde en de explosies, het begin van de inval. Ja, wat is het meest angstige geweest van wat er allemaal is gebeurd? Het zijn eigenlijk twee dingen. Het idee dat het overal op hetzelfde moment kan gebeuren, op zoveel locaties. En het gevoel dat ik bij heel veel mensen hoorde gisteravond, ik had het ook kunnen zijn. Daar bij de afzetting zijn meerdere cafés en hebben de mensen zich verschanst een lange tijd. Toen ik ze sprak, toen het weer veilig was buiten, toen vertelden ze eigenlijk allemaal hetzelfde. Ik had ook daar op dat andere terras kunnen zitten vanavond. Daar kom ik ook. Ik had ook bij dat concert kunnen zijn. Daar kom ik ook geregeld in die zaal. Iedereen hier had slachtoffer kunnen zijn. Wat wel een groot verschil is met de aanslagen in januari, waar de doelwitten veel specifieker waren. Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt. En wanneer werd voor jou bij dat theater duidelijk wat de omvang was van wat er gebeurd was? Ja, dat was vrij snel na de politieinval, toen hier op de straat hier achter me die enorme reddingsoperatie op gang kwam. Tegelijkertijd hoorden we de eerste dodentallen. En hier kwamen al die brancards langs. Dat zijn er tientallen. 300 gewonden, 80 mensen in kritieke toestand. Die kwamen hier allemaal langs op die brancards. Bebloede lichamen, mensen die eigenlijk niet meer levend uitzagen. Maar ook overlevenden die lopend hier langskwamen op weg naar een ambulance, begeleid door hulp.
hulpverleners die als zombies hier over straat liepen, bebloede gezichten. Sommigen hadden niet meer dan zo'n isolatiedekentje om zich heen. En die liepen hier met een blik in de ogen heel veel. Een holle, verdwaasde blik die ik nooit eerder heb gezien. Matthijs, dankjewel. Ja, president Hollande kondigde gisteravond direct de noodtoestand af. Scholen zijn dicht, metro rijdt niet, evenementen zijn afgelast. Voetbalwedstrijden en een concert van U2 gaan niet door. En in de stad gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Duizenden toeristen, vandaag bijna alleen maar militairen, zwaar bewapend. ...1500 extra militairen zijn in Parijs de straat opgestuurd. Ze moeten burgers en publieke gebouwen beschermen. En dit is het vliegveld, Charles de Gaulle. If you come back in 2 hours and we are still here, probably it's gonna be a problem. But for now it's okay. Eindeloze rijen vanwege extra paspoortcontroles om te voorkomen dat de daders het land uitvluchten. En ook hier zware beveiliging. Aan de grenzen met Duitsland en België is dat niet anders. De politie inspecteert auto's en controleert bestuurders. Ja, rond terug naar jou. Hoe groot is de angst in Parijs? Nou, wat je ziet is dat er natuurlijk ontzettend veel politie op de been is gebracht. Hè. De straat hier achter mij richting dat Bataclan is nog steeds afgesloten. Wat je ook ziet is dat mensen je aanklampen voor een praatje. Er was een samenscholingsverbod in de stad, maar mensen komen toch naar buiten om heel even tegen je aan te praten. Want op Luttele, honderden meters hier vandaan, is het hoofdkantoor van Charlie Hebdo. En ze zeggen, wij liepen hier op deze straat 10 maanden geleden om te zeggen dit nooit meer. En verdraait nog aan toe, het is wel gebeurd gisteravond. Dus heel veel mensen hebben de behoefte om erop uit te gaan. Maar doordat de noodtoestand is afgekondigd, is dat door de Franse autoriteiten niet toegestaan. On circule, s'il vous plaît, messieurs, dames. Doorlopen, want in Parijs geldt momenteel een samenscholingsverbod. Maar bij de afzettingen rond theater Bataclan mogen de mensen toch stilstaan en de slachtoffers eer bewijzen. Iets verderop, bij het Nationale Monument, wordt ook eer bewezen aan de vrijheid, gelijkheid en broederschap. Op 400 meter van het theater is dit Place de la République. In januari, na de aanslagen op Charlie Hebdo, kwamen hier meteen duizenden mensen bijeen. En ook nu lijkt het een centrum van rouw te worden, al is het minder druk dan toen. Waarschijnlijk vanwege het samenscholingsverbod. J'ai fait une croix de Lorraine. Pour... En bougie. En bougie, une croix de Lorraine en bougie, comme symbole de la résistance française, pour dire aux terroristes qu'on ne cédera pas, qu'on ne se mettra pas à genoux. C'est pas des musulmans, c'est pas, enfin moi je pense hein, que c'est des fous. Voilà, c'est d'abord voilà, une portion extrême de la France qui sont capables de faire. Enfin, qui... Vous avez peur maintenant de vivre à Paris? Bah bien sûr, bien sûr j'ai peur, 120 morts. C'est réel, c'est à côté de chez nous et voilà, ça vient de se passer. J'avais des amis hier au Bataclan. We komen ook een Nederlandse ooggetuige tegen. Je verstijft voor 1 seconde, maar 1 seconde lijkt wel een uur. Ik ben onder een auto gaan kruipen en op een gegeven moment, omdat je toch bang bent of ze jou zien, ja of nee, ben ik gaan kijken. En je ziet gewoon echt de mensen, ze zie je gewoon echt vallen. Je ziet gewoon echt mensen met een mitrailleur zie je gewoon schieten. Nou, dat is gewoon ongelooflijk. Je ziet gewoon echt mensen gewoon echt doodgaan. Hij heeft vannacht niet geslapen. Want dit gaat constant door mijn hoofd heen. Deze flits gaat constant door mijn hoofd heen. Ik hoor de mitrailleur in mijn hoofd. Ik zie de mannen en ik zie de mensen doodgaan. Mesdames et messieurs, c'est la police. Pour votre sécurité. Nous demandons de bien vouloir évacuer la place de la République dans le calme. Merci. Bij de aanslagen zijn tenminste 7 daders om het leven gekomen. De Franse president Hollande zegt dat terreurgroep IS verantwoordelijk is. Ongeloof op de gezichten van de bezoekers van het concert in Theater Bataclan. Zij stonden oog in oog met de daders die tientallen mensen in koele bloeden doodschoten. Moslim-extremisten met kalasjnikovs. Celui que j'ai vu principalement, il était en survêtement noir avec des traits blancs, il n'avait pas plus de 25 ans. Volgens president Hollande gaat het om handlangers van IS. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France.
IS eist de aanslagen inderdaad op en zegt de locaties bewust te hebben gekozen. 8 broeders met bomgordels en geweren hebben hun doelen zorgvuldig gekozen in het hart van Parijs. Zoals het stadion Stade de France tijdens de wedstrijd tussen Frankrijk en Duitsland, waar de imbecile Hollande aanwezig was. Op internet verschijnt ook een ongedateerd propagandafilmpje van IS. Daarin dreigt de terreurgroep met nog meer aanslagen. Tant que vous continuerez à bombarder, vous ne connaîtrez en aucun cas la sécurité. Et le simple fait d'aller faire vos courses sera pour vous terreur. De Franse president Hollande is er zeker van dat het om een gecoördineerde aanval gaat. C'est un acte de guerre qui a été préparé, organisé, planifié de l'extérieur. Et avec des complicités intérieures que l'enquête permettra d'établir. Ja, Ron, IS zegt dit is uit wraak voor de bombardementen. Maar er zijn meer landen die bombarderen. Waarom treft dit Frankrijk? Omdat Frankrijk denk ik altijd een leidende rol heeft gespeeld bij die acties die in Syrië begonnen zijn. De acties die uitgevoerd zijn op IS. Niet voor niets heeft men vorige week besloten om het vliegtuigschip Charles de Gaulle naar de Persische Golf te sturen. Maar er zijn natuurlijk ook andere redenen voor te verzinnen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de aantrekkingskracht die IS uitoefent op Fransen, dan zie je dat van alle landen in Europa Frankrijk zo'n beetje de meeste Syriëgangers levert op dit moment. Je ziet het ook terug in de gevangenissen van Frankrijk, waar radicalisering aan de orde van de dag zou zijn als je de rapporten mag geloven. Kortom, het is een land waar heel veel Syriëgangers vandaan komen en waar het conflict in Syrië een grote rol speelt, niet alleen in Syrië zelf, maar ook in Frankrijk. Maar zullen deze aanslagen iets veranderen aan het beleid van de Fransen in Syrië? Dat denk ik niet. President Hollande heeft al gezegd dat ook op andere terreinen er geen verandering komt. Zoals je weet is aan het einde van de maand de grote klimaatconferentie hier in Parijs. De Franse regering heeft al gezegd dat die klimaatconferentie in ieder geval door zal gaan met extra beveiligingsmaatregelen. Je ziet het ook aan kleine gebaren. Mensen die bloemen brengen, mensen die kaarsjes branden, die zeggen ja, we kunnen ons hier niet bij neerleggen. Je zag het vanmiddag heel even toen een man een piano uitrolde richting de Bataclan, het theater, en daarvoor de ingang Imagine ging spelen van John Lennon. Je zag het ook bij de uitgang van het stadion Stade de France. Toen na afloop van de wedstrijd drommen mensen hand in hand naar buiten liepen en de Marseillaise begonnen te zingen. Dat is het Frankrijk waar Hollande zich nu aan vastklampt. En daarom denk ik dat hij niet zijn beleid voor Syrië zal gaan veranderen ten gevolge van deze aanslagen. Oké, Ron, dankjewel. Bij de aanslagen zijn 3 Nederlanders gewond geraakt. 2 van hen ernstig. Premier Rutte sprak zijn afschuw uit over de gebeurtenissen en noemde de aanslagen in Parijs aanslagen op onze manier van leven. Want dat is wat ik op dit moment vooral wil benadrukken. Dat het om onze manier van leven gaat. Om gewoon naar een restaurant te gaan. Om een voetbalwedstrijd te bezoeken. Om een concert te kunnen bijwonen. We laten ons niet intimideren. Wij zijn met meer en wijken niet voor onverdraagzaamheid. Want geweld en extremisme zullen nooit winnen van vrijheid en menselijkheid. Wij hebben op dit moment te maken met een gewapend conflict in Syrië en Irak. ISIS is onze vijand. Daarmee zijn wij in oorlog. Niet met de islam, niet met een geloof. Zo zit het. Ja. Ron in Den Haag. Ron, een verklaring van de premier. Het gaat natuurlijk om de inhoud, maar de toon, de woordkeuze, vond je die opvallend? Ja, toch wel. Hij deed mij een beetje denken aan de Rutte die we zagen in de dagen na MH17. Die toch wil uitstralen, ik ben de premier van alle Nederlanders. Dat is nu belangrijk om te laten zien. En hij deed dat door te proberen ook woorden te geven aan het gevoel, de emotie die heel veel mensen zullen hebben naar wat er gisteren is gebeurd. Door te zeggen, dit is een aanslag op onze manier van leven. Je gaat op vrijdagavond lekker uit en dan gebeurt er dit. En hij deed het ook door uit te stralen dat hij vastberaden is en dat hij dus wel degelijk in control is op dit moment. Ja, en een van de woorden die hij ook gebruikte was oorlog. We zijn in oorlog met IS. Heeft hij dat eigenlijk ooit eerder gedaan?
Nee, voor zover wij hebben kunnen nagaan, en we hebben er lang naspeuringen op gedaan, heeft hij dat nog nooit gebruikt, dat woord. Hij doet dat steeds niet, omdat hij zegt, ja, oorlog kan je alleen maar voeren met een ander land, met een andere staat. Maar hij gebruikt het nu toch. Ik denk dat we er niks volkenrechtelijks achter moeten zoeken. Dat hij vooral toch uiting heeft willen geven aan het gevoel van, dit is een soort oorlog met wat hij dan noemt barbaren. Eigenlijk net zoals Bush dat destijds deed op 9-11. Toen die het ook had over war on terror. Hè, de oorlog tegen terroristen. Ja, oorlog, want ja, Nederland bombardeert ook IS-doelen in Irak. Maar goed, IS-doelen, gaan we daarmee door? Nou, ik denk dat dat wel het geval zal zijn. Je moet wat er gisteren gebeurd is eerder zien als een aansporing voor de grote meerderheid hier in Den Haag om daarmee door te gaan dan om ermee te stoppen. Ze zien het dan ook als een oorlog. Maar ga er maar vanuit dat er een debat komt over de aanslagen in Parijs. Net als eerder dit jaar ook naar aanleiding van Charlie Hebdo gebeurd is. En in dat debat zal Rutte zich ongetwijfeld moeten verantwoorden toch nog over dat begrip oorlog. In dat debat zal het denk ik ook gaan over het nieuws dat mogelijk een van de daders via de vluchtelingenstroom Europa in is gekomen. Je weet, Wilders heeft daar steeds een punt van gemaakt. Dus het zal daar ook over gaan. En het zal ook gaan over hoe ga je om met teruggekeerde jihadstrijders. Al die onderwerpen komen hier in volle omvang terug op de agenda, denk ik. Ja, en in dat debat, wat staat er verder nog te gebeuren? Morgen is er, dat is een beetje regulier overleg na aanslagen zoals van gisteravond, is er weer overleg van de veiligheidsdiensten hier in Den Haag. Maandag natuurlijk heeft Rutte afgekondigd ook de vlaginstructie op overheidsgebouwen. Dan gaan de vlaggen half stok. En in alle landen van de Europese Unie maandag om 12 uur ook 1 minuut stilte. Roem, dankjewel. Ja, ook in Nederland zijn er extra veiligheidsmaatregelen van kracht. Voor alle betrokken diensten geldt verhoogde paraatheid. De grenzen worden strenger bewaakt, vooral van het verkeer van en naar Frankrijk. De internationale trein van en naar Parijs rijdt vandaag als op een gewone zaterdag. Maar gewoon is het eigenlijk voor niemand die hier uitstapt. Ik was gelukkig op mijn hotelkamer, dus ik heb er zelf gelukkig niks van meegekregen. Maar ik vond het wel indrukwekkend, spannend. Het is ook stil vandaag op straat. Veel bedrukte gezichten. Dus dat was heftig. Na de gebeurtenissen in Parijs worden in ons land de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. En dat betekent dat iedereen die vanuit Frankrijk naar ons land reist, rekening moet houden met extra controles. Of je nu over de weg, via de lucht of met de trein ons land binnenkomt. Op de stations waar de Thalys stopt was van een scherpere controle vanmiddag nog weinig te merken. Langs de grens met België, zoals hier op de A16 bij Hazeldonk, wordt het verkeer vaker gecontroleerd, zichtbaar en onzichtbaar. En ook op de luchthaven Schiphol geldt vanaf vandaag een strengere bewaking. Vanmiddag werd dit toestel van Air France aan de grond gehouden na een dreigtweet. Alle passagiers gingen van boord. De marechaussee doorzocht het toestel, maar vond niets verdachts. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizigers naar Parijs overigens aan waakzaam te zijn, maar ontraadt het reizen naar de Franse hoofdstad niet. Na de aanslagen in Parijs moet IS hard worden aangepakt, dat zegt burgemeester Abu Talib van Rotterdam, die vanavond spreekt met moslimorganisaties uit zijn stad. Het wordt nu echt tijd om IS, de 40.000 of 50.000 mannen ter plaatse, echt helemaal weg te vagen, want zolang ze daar zijn, zijn ze voor sommige lieden elders in de wereld een soort symbool van iets. Nou, laat dat iets dan maar heel snel niets zijn, dan zijn we er echt vanaf. En twee, ik denk dat het heel belangrijk is dat ook de moslim- en de islamitische gemeenschap wereldwijd, maar zeker in Europa, krachtig van zich doet spreken. Want dit soort gebeurtenissen keert zich in de eerste plaats tegen de moslims in Europa en tegen de islam in Europa. En volgens mij moeten alle vredelievende moslims in Europa hier krachtig stelling tegen nemen. Dat is het enige wat helpt, wat wij hier kunnen doen. Een aanval op de Fransen is een aanval op ons allemaal. Zo reageren de meeste wereldleiders op de terreuraanslagen. Er is afschuw, maar vooral ook veel solidariteit. We continue with our breaking news coverage of the terror attacks in Paris. This is an attack on all of humanity and the universal values that we share. Come tutti gli italiani, come tutti gli europei, come tutti gli esseri umani, provo un dolore atroce per quanto è avvenuto questa notte a Parigi.
Die französische Hauptstadt Paris ist wieder Ziel von Terror und Gewalt geworden. Hinter uns liegt eine der schrecklichsten Nächte, die Europa seit langer Zeit erlebt hat. Los españoles sabemos lo que es ese dolor y lo hemos sufrido en carne propia. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the terrorist attacks, atrocities against the people of France. We stand shoulder to shoulder with the people of France and with all free peoples in the battle against terrorism. Ülkem ve milletim adına mevkidaşım Sayın Hollanda ve Fransız halkına kayıpları için taziyelerimi sunuyor. Yaralılara acil şifalar diliyorum. It is the worst act of violence in Paris since the Second World War. My message to the French people is simple. Nous sommes solidaires avec vous. Nous sommes tous ensemble. Het is niet voor het eerst dat moslimterroristen een grote aanslag plegen. De afgelopen 15 jaar is dat vaker gebeurd. Om te beginnen natuurlijk 9-11 in 2001 in de Verenigde Staten. Bijna 3000 doden. In 2004 aanslagen op treinen in Madrid. 191 doden. Een jaar later de bomaanslagen in Londen. 52 doden. Deze aanslagen waren het werk van Al-Qaeda. Daarna was het een aantal jaren redelijk rustig. Tot de opkomst van IS. Want die pleegde begin dit jaar de aanslagen in Parijs. Op Charlie Hebdo. Een Joodse supermarkt. 17 doden. Eind vorige maand de Russische vliegramp in Egypte. Waarschijnlijk door een bom. 224 doden. En gisteravond dus aanslagen in Parijs. 127 doden. Maar de meeste slachtoffers wonen niet in het Westen, maar in Irak, Syrië en Afghanistan, Pakistan en Nigeria. Door de moslimterreur vallen daar ieder jaar duizenden doden. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Sander, we hoorden net eerder al wat internationale reacties, maar specifiek in het Midden-Oosten. Hoe zijn daar de reacties? Ja, nou, op sociale media kom je nog steun tegen voor deze aanslagen natuurlijk bij de aanhangers van IS. Maar voor de rest is het toch overal de schok, de afschuw en de veroordeling die overheerst. Officiële statements van wereldleiders, maar bijvoorbeeld ook van de bevolking. Iran, een land waar Frankrijk tot een paar maanden geleden nog snoeihard mee onderhandelde. Daar kwamen mensen nu in Teheran bij de Franse ambassade bloemen leggen. Libanon, hier waar veel mensen kennissen hebben in Frankrijk. Het land is heel erg gericht op Frankrijk, dus bovenop de schok ook nog de onzekerheid. Hoe gaat het met onze vrienden en familieleden in Parijs? En dat heb je dan over een land, Libanon, waar IS twee dagen geleden ook hier een dubbele zelfmoordaanslag pleegde. De meest opmerkelijke reactie die kwam misschien eigenlijk nog wel uit Syrië zelf. Syrische president Bashar al-Assad, die zijn condolences overbracht aan François Hollande. En daarbij zei, dit is wat je eigenlijk had kunnen verwachten. Dat de terreur uiteindelijk ook naar Europa gaat komen. En dit is de terreur, zei hij, waar wij in Syrië al 4,5 jaar mee te maken hebben. Ja, die terreur, zeggen heel veel mensen, dat stopt pas als dat conflict voorbij is in Syrië. Nou praten juist in Wenen weer een aantal hoofdrolspelers daarover. Zit daar schot in? Nou ja, toch meer dan ooit. Er is echt een gevoel van urgentie nu bij die wereldleiders die daar zitten. Dat zijn alle landen die linksom of rechtsom iets te maken hebben met het conflict in Syrië. En daar is heel sterk de gedachte, als je dit wil voorkomen, wat er in Parijs gebeurd is, dan moet je IS bestrijden, moet je verslaan, moet je tegengaan. Maar dat kan eigenlijk pas als er vrede is in de rest van Syrië. Ja, en vandaar dus dat ze daar vandaag nog maar geprobeerd hebben een klap op te geven. Ja, want dat is de vraag. Worden er echt zaken gedaan daar dan? Ja, meer dan ooit. Dat moet je in alle eerlijkheid zeggen. John Kerry, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die zei vandaag vanaf 1 januari volgend jaar gaan de Syrische regering en de oppositie met elkaar onderhandelen. Dan komt er een staakt het vuren en binnen anderhalf jaar verkiezingen. Niet de minste die het zegt. Maar ja, bij al van die punten kun je wel een probleem verzinnen. Want gaat bijvoorbeeld de Syrische president nog mee onderhandelen? Een staakt het vuren, het is eerder geprobeerd. En IS en Al-Qaeda zullen zich er niet aan houden. Ja, en dan wie is de oppositie? Dat moet de VN in de komende anderhalve maand gaan proberen te verzinnen. Wie daar aan tafel moet gaan zitten. Dus allemaal beren op de weg. Maar je hebt nu in elk geval wel echt een gevoel van urgentie. Nu moet er iets gaan gebeuren, want anders dan zullen er nog meer aanslagen komen zoals die in Parijs. Okay. Sander in Libanon, dankjewel.
Ja, nog even terug naar Frankrijk, want daar ontspoorde aan het einde van de middag een hogesnelheidstrein. En even was er de angst dat het opnieuw zou gaan om een aanslag. Het was een ongeluk. Er vielen 7 doden. Het zou gaan om een testrit. Er zaten 49 mensen in die trein, voornamelijk technici. De trein ontspoorde bij Eckersheim, een dorpje in de buurt van Straatsburg. Een deel van de trein kwam terecht in het Marne-Rijnkanaal. En hier in Nederland ging het ook over de aanslagen. Ook rond de landelijke intocht van Sinterklaas. Want even werd er namelijk nagedacht om die af te blazen vanwege de veiligheid. Maar hij ging toch door, in Meppel. En daar ging het naast de Sint en de Pieten ook over wat er in Parijs gebeurde. Fantastisch om hier te zijn, zeg. Dag lief allemaal. Een mooie dag voor de kinderen. Dat is waar het om draait vandaag in Meppel. Maar achter de schermen speelt natuurlijk Parijs. Als je ziet wat daar gebeurt, dan moet je natuurlijk ook even nadenken over hoe wij het geregeld hebben. Dus we hebben alles nog eens een keertje goed nagekeken. En we zijn ervan overtuigd dat alles wat binnen ons vermogen ligt, dat we dat hebben gedaan om deze dag in Meppel een hele prachtige mooie dag te maken voor alle mensen die hier komen. En dus zie je tussen het publiek opvallend veel politie en beveiliging. Zichtbaar en minder zichtbaar. Extra beveiliging bovenop de beveiliging die al geregeld was voor de demonstratie tegen Zwarte Piet. We hoopten dat de gemeente en NTR eigenlijk zouden zeggen van ja, we gaan het niet doen. We zijn nu zo begaan met Parijs en wat in de wereld gebeurt. En dat is eigenlijk wat we constant zien, dat het feest door moet gaan. Ik denk dat wij echt over na moeten denken wanneer wij feest vieren en hoe we een feest vieren. Of er door de aanslagen in Parijs mensen thuis zijn gebleven, is moeilijk te zeggen. Ik woon niet zo vlakbij en deze kans kreeg ik maar 1 keer, dus toch hier maar 1. Het is heel erg wat er is gebeurd, maar wij hebben hier ons erg op verheugd en we dachten we gaan gewoon. Het is op zich wel een risico wat je misschien neemt met je kinderen. Maar aan de andere kant, ja, het is misschien, Parijs is toch een beetje ver van mijn bed. En ik ga ervan uit dat we hier veilig zijn. Wat fijn dat Sinterklaas er is. Uiteindelijk werd het zoals gehoopt een groot feest met een tevreden burgemeester en blije kinderen. Want de Sint is weer veilig aangekomen in Nederland. Goed zo. We zijn weer toegekomen aan het weer. Marco, dat betekent dat het koud wordt. Nou, kouder. Dit is ongeveer de 10 graden lijn. Dit is volgende week vrijdag, het weekend. En dan komen we er met de maximumtemperatuur eindelijk eens een keer onder. Tot die tijd zitten we er dik boven en af en toe zelfs in de buurt van de 15 graden. En ligt de minimumtemperatuur eerder rond de 10 graden dan lager. Nou, dus nog een zachte periode, een herfstachtige periode. Met flink wat regen van tijd tot tijd en soms ook veel wind. Ja, en wind hadden we vandaag ook al. Langs het strand stoof het al aardig het zand. En komende nacht komt er weer een stormachtige wind langs de kust te staan, die morgen in de loop van de dag langzaam gaat afnemen. Nou, dat kan alleen maar te maken hebben met lage drukgebieden. En die zijn er dan ook in onze omgeving. En die lijnen van gelijke druk liggen dicht bij elkaar. Dan staat er veel wind. Tegenhanger is het hoge drukgebied boven het zuiden van Frankrijk. Dat zorgde vandaag voor rustig weer in het Middellandse zeegebied. En zal daar morgen ook voor stabiel weer zorgen. Met flink wat zon en temperaturen rond of zelfs boven de 20 graden. In Midden-Europa regent het. In het westen van Europa is het heel wisselvallig. In het noorden eventjes wat kalmer weer. Maar dat is ook allemaal maar van tijdelijke aard. Want ook daar trekken regelmatig storingen over. Nou, zo'n storing hebben wij op dit moment boven ons land. Dat zien we aan de radarbeelden van de afgelopen uren. Regen trok van het zuidwesten uit steeds meer het land over. En inmiddels regent het eigenlijk vrijwel overal in ons land. Dat zal het ook een groot deel van de nacht doen. Met temperaturen die zo rond de 10, 11 graden liggen als minimumtemperatuur. En in de loop van de nacht loopt het kwik eerder op dan dat het kouder wordt. Die windkracht 8 heb ik al even genoemd. Die gaat morgen overdag langzaam afnemen. Maar het blijft hard waaien met windkracht 7. In het noorden en midden van het land periode met regen. In de loop van de dag wordt het daar wat droger. Dat gebeurt veel eerder in het zuiden. Misschien zelfs een klein beetje zon. En dan wordt het in het zuiden van het land plaatselijk misschien wel 16 graden. Maar ook in de regen in het noorden is het zacht met een graad of 13. Dan nog even de dagen die volgen in vogelvlucht. Maandag duidelijk minder neerslag, maar weinig ruimte voor de zon. De dagen daarna regent het weer vaker, soms veel wind en voorlopig blijft het nog zacht. Nou, tot zover dit NOS-journaal, vrijwel helemaal in het teken van de aanslagen in Parijs. 129 doden, 352 gewonden, van wie 99 mensen in levensgevaar.
Parijs. En straks in Nieuwsuur, minister Van der Steur, de minister van Veiligheid en Justitie te gast. Om 10:00, NPO 2. Goedenavond. Goedenavond, straks na de reclame.